Ook Nederland moet deals sluiten met EU. Dit is het gesprek van de dag en uw mening staat centraal in wat u zegt. De Britse premier David Cameron is in onderhandeling over een deal met de Europese Unie, wat de kans op een Brexit weer kleiner zou moeten maken. Minder opgelegde regels van de EU, het kunnen afwijzen van een commissievoorstel en het stoppen van uitkeringen voor werknemers uit andere EU-landen in de eerste 4 jaar. De EU is bang dat andere lidstaten ook op een dergelijk idee gaan komen. Moet Nederland zich ook hard maken voor zo'n deal? Denk het wel. Ik denk dat Nederland wel de mogelijkheid moet hebben om te gaan wijzigen. Ik vind dat de EU te veel te zeggen heeft. Maar niet iedereen denkt hier zo over. Ik ben trots op wat we in Europa met elkaar voor elkaar boksen. En als iedereen die uitzonderingspositie gaat innemen, dan morrelen we aan de uitgangspunten van samen één Europa. En op Twitter is ook een discussie losgebarsten, eigenlijk onder aanvoering van EU-president Donald Tusk. En inmiddels reageerden velen op, zo roepen mensen premier Rutte op hetzelfde te doen als David Cameron. Rick de Jong die zegt, Mark Rutte mag af en toe een voorbeeld nemen aan David Cameron. Einar die is het daarmee eens, die zegt Tusk en Cameron het akkoord over uitkeringen. Kijk meneer Rutte, zo moet dat. Aan de andere kant hebben mensen zoals Ron. En die zegt vooral, dit is totaal onvoldoende. Moet dit niet accepteren. Nederland en Duitsland ook niet. Hashtag EU. Ook ingezonden brief in de krant en mail bij ons over deze mogelijke deal. Zo schrijft lezer Kools. Wij moeten toegeven, premier Cameron heeft lef en laat dat ook zien door de eisen dat burgers uit andere EU-landen geen sociale uitkering hoeven te krijgen. Dit moet ook in Nederland ingevoerd worden. En in de mail rond de heer Bering zit heel mooi af. Cameron heeft een prima deal gemaakt in verband met de op handen zijnde Brexit. Nu is de beurt aan Rutte voor een deal in verband met de NL-exit. Tot zover. Wat zegt u? Praat mee over dit onderwerp, maar ook over andere onderwerpen op onze website. En blijf reageren.